Nee, geweldig. Dank voor je betoog. Je zei in het begin, want ik ga geen verhaal houden wat alleen maar roze geur en maneschijn is, maar ook een aantal angsten uit de lucht halen. Ja, mijn vraag aan de zaal is eigenlijk even, hoe zit er zelf nu bij in dat beeld? Is dat, zit het een beetje tussen die roze geur en maneschijn in, of zit het nog aan de zorgelijke kant? En is daar een mooie vraag over aan Notwin? Wie zegt, nou, toen ik dit verhaal begon te horen, dacht ik nog, oeh, de hemel valt op mijn hoofd met die zorg. Voor mezelf of voor mijn vader of mijn moeder gaat het erg veranderen. Nou, ik ben nu met dit verhaal eigenlijk wel geruster. Nee. Nog steeds even ongerust? Ik ben nog niet ongerust, maar een verhaal is een verhaal. Altijd. En ik wil graag weten, die alweer bezit namelijk, want de indicaties zijn ook verhoogd, daar hoor ik je niet over praten. Er zit 76 miljard in de pot en er wordt er 30 miljard uitgehaald en er gaat 3 miljard naar de gemeentes. Wat gaat er met die andere miljarden gebeuren? Er zit geen 76 miljard in de pot. We geven per jaar ongeveer zo'n 92 miljard nu uit aan de gezondheidszorg, waarvan zo'n 45 miljard aan ziekenhuiszorg, zo'n 5 miljard aan eerste lijns zorg, dus huisartsen en de hele rimram, en zo'n 30 miljard aan de langdurige zorg, de AWBZ. Daarvan gaat 3,5 miljard naar de gemeente, tussen de 4 en de 4,5 miljard naar de zorgverzekeraars, en tussen de 18 en de 20 miljard gaat naar de wet langdurige zorg. Er wordt uit de groeiruimte van de AWBZ wel geld gehaald. Met name gemeenten die hebben daarmee te maken, die krijgen gewoon echt minder geld. Dus ik zei het wel eens, die groeistijging van die 90 naar 97 miljard, dat is meer geld erbij. Maar gemeenten krijgen minder geld, dat is echt waar. Die moeten fors bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Die krijgen volgend jaar 10% minder geld voor dagbesteding en dat loopt de jaren daarna ook op. Dus gemeenten krijgen minder geld. Die betalen in zekere zin wel de rekening voor het... een minder meer uitgeven aan zorg. Ja, de zware zorg eigenlijk houdt uit. Ja. Maar juist die lichtere vormen van zorg die naar de gemeente gaat, daar zit dus de aanname in dat je daarop winst kan boeken door dat op maat voor de burger te doen. Nou ja, weet je, het is nu ook pijnlijk, dat vind ik ook wel hoor. Dus ik wil daar ook gewoon wel eerlijk over zijn. Maar als je het hebt over die verpleeghuiszorg, waar we van de week ook zoveel over te doen gaan. Ja, weet je, volgens mij moeten we die zware zorg, voor die mensen die echt die intensieve zorg nodig hebben, ja, die moeten we wel proberen uit de lucht te houden. Dus op verpleeghuiszorg bezuinigen we nog niet de komende jaren. En als het gaat om ziekenhuiszorg en om medicijnen, om eens wat te noemen, ja, ik zou nog wel kunnen zeggen, goh, zou je de buurvrouw eens een keertje naar het ziekenhuis willen rijden? Dat kan ik nog wel vragen. Maar om tegen de buurvrouw te vragen, wil je ook die open hartoperatie of die longen transplanteren in dat ziekenhuis? Dat gaat toch wel een beetje te ver. Dus als je keuze moet kunnen, nee, maar als je dus keuzes moet maken, dan zoek je dat toch meer in die hoek. Omdat je daar ook hoopt dat gemeenten ook creatieve oplossingen voor die ondersteuningsdiensten kunnen vinden. En die zie ik ook wel hoor. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld kijk naar dagbesteding als het mag, in Zwolle en in Venlo, maar dat hebben ze misschien hier ook al gedaan, hebben ze gewoon ook eens een grote kaart ophangen van de gemeente. En gewoon eens tippen gezet waar nou, ja, we noemen dat dan in jargon, maatschappelijk vastgoed. Dus waar een buurthuis, een dagbesteding, een recreatiezaal van een verzorgings- of verpleeghuis. Gewoon in stippen gezet. En dan met blauw ook nog vervoersbewegingen, zeg maar. En ook eens gekeken hoeveel staan die stippen nou eigenlijk open, zeg maar. Hè? Dus hoeveel wordt dat nou gebruikt? En dan zie je dat heel veel van dat soort gebouwtjes driekwart van de tijd ook leeg staat. Dus toch wel stenen, afschrijving, beheerder en weet van wat. En wat ze in Venlo gedaan hebben, is dat ze nou gewoon die gebouwen wat beter benutten, daardoor er ook een paar kon sluiten, ook een paar kon openen in de wijken die wat minder goed bediend waren, en tot 30% op de uitgaven voor dagbesteding konden besparen, zonder dat er maar één iemand één uurtje dagbesteding verloor. Kijk, dat zijn dan de creatieve oplossingen die je nooit vanuit het departement van Volksgezondheid in Den Haag kunt bedenken, maar je lokaal in een gemeentehuis wel. Er is geen 20 of 30 miljard verloren gegaan. Het geld blijft voor de zwaardere zorg blijft er. Is dat
Ja, oké, okay, dus goed. Maar dan de indicatie die je hebt ingegaan, dat heb ik niet heel veel. Indicatie? Oh, ja, 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 je wilt de drempel tot het verzorgingshuis, als mogelijk. Ja. Ja, dus overigens moet ik er wel bij zeggen, niet dit kabinet die dat doet, hè. Niet om het even voor me af te schuiven, maar u weet toch wel dat Rutte 1 ooit viel, hè, dat is nog niet zo lang geleden, dat was 2012. Toen hadden we het beroemde Kunduz-akkoord, weet u dat nog? Dat waren CDA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks en D66. En in dat akkoord was opgenomen dat de toegang tot het verzorgingshuis, maar niet over het verpleeghuis, hè, dus die waar mensen met dementie wonen, dus echt intensieve vormen van zorg, daar hebben we het niet over, maar we hebben het over het verzorgingshuis, dat de drempel daarvan omhoog ging. In jargon heet het dan dat de lichtere zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3 geëxtramuraliseerd worden. Nou, dat wil niet zeggen dat deze mensen geen recht hebben op zorg, maar je mag niet meer in het verzorgingshuis wonen, waarbij ook de huur van je kamer wordt betaald vanuit de AWBZ. Dat is overigens door dit kabinet voor mensen met een verstandelijke beperking deels weer teruggedraaid. Want ook mensen met een verstandelijke beperking, met zorgzwaartepakket 3, ja, ik ga te veel jargon, maar toch, die moesten naar huis, thuis blijven wonen. Dat is teruggedraaid omdat het verstandig is dat deze mensen toch in instellingszorg kunnen wonen. Dat maar even terzijde, dus alle bagger gaat over het kabinet heen, dat is ook terecht, want die voert het uit. Maar het komt eigenlijk om het daar vandaan. Deze mensen hebben wel recht op zorg. Dus het is niet zo dat je, en je, als je er eenmaal in een verzorgingshuis woont, nu op dit moment, word je ook niet met een koffertje aan de rand van de straat gezet. Dan mag je in een instelling blijven wonen. En dat betekent dat er dus alternatieven meer gaan ontstaan. Nou ja, dat je zelf een kamer huurt, hè, de klassieke bejaardencomplexen. Je huurt zelf een kamer, je zorg krijg je gewoon van een thuisorganisatie bij je thuis. Het is meer het normale leven. En het gekke is eigenlijk, er is heel veel discussies over het wel of niet sluiten van een verzorgingshuis. Maar eigenlijk is het ook een beweging die al 2-3 decennia gewoon aan de gang is. Ja, weet je wat vaak natuurlijk mensen ook zeggen, dat zou ik liever willen. Hè? Zou ik daar, is er iemand die daar met eigen ervaring zelf of met een ouder over kan spreken, dat het niet meer lukt om in een verzorgingshuis of in, en dan toch het uiteindelijk is gelukt om ergens te gaan wonen en de zorg daar thuis te krijgen? Of iemand die zich zorgen maakt dat dat bij 1 januari... Nee, geen concrete eigenlijk. Ik heb wel een heel ander voorbeeld. Dat was namelijk van een meneer die woonde in een verzorgingshuis samen met zijn vrouw. Ja. En zijn vrouw die kwam te overlijden. Maar wat gebeurde? Het verzorgingshuis was oud. Was afgeschreven. Ja. Het bestuur besloot dat het verzorgingshuis te sluiten. Die meneer woonde in een dorp met 3 van zijn kinderen. Het resultaat was dat hij een andere plek kreeg. Hij moest een koffertje pakken. 3 dorpen verderop kreeg hij een nieuwe plek en een nieuw huis. En zijn kinderen die konden niet meer dagelijks bij hem komen. Ja, dan moesten ze dood pakken of draaien. En dat is ook de realiteit. Ja, dat is ook de realiteit. Er zitten verschillende realiteiten in dit verhaal. Dat het natuurlijk gewoon heel triest is als je je kinderen zo dicht bij je hebt. Dat je dan ineens 3 dorpen verder moet wonen. Maar het is ook de realiteit dat sommige verzorgingshuizen, de meeste zijn gebouwd in de jaren 70. Hè? En het waren toch ook andere... Ja, dat zou ik zeggen, huisvestingseisen die we toen stelden dan wat we nu stellen. Dus soms zijn gewoon gebouwen ook gewoon, ja, wat zal ik zeggen, versleten, afgeschreven. En is het, nog even los van welke zorgmaatregel dan ook, gewoon vanuit huisvesting geredeneerd afgeschreven. En wat ik nou, ja, ik bedoel, kijk, die meneer houdt natuurlijk terecht op zijn indicatie, dus die mag naar een andere instelling. Maar wat je nou eigenlijk hoopt, is dat we meer kleinschalige initiatieven krijgen door die drempel eigenlijk echt te reserveren voor mensen die hele intensieve verpleeghuiszorg nodig hebben. Overigens zie je ook hiervan soms weer voorbeelden, ik had het net al eventjes in mijn voorbeeld over Opella-organisatie, die in Ederveen, dat is een dorp van een paar honderd mensen vlakbij Ede, die geen verpleeghuisplekken had. Dus als je daar dan in de oude situatie, hè, een paar jaar geleden geopend. In de oude situatie moesten mensen die in dat dorpje woonden, moesten dan of naar Ede of naar Wageningen of naar Veenendaal om daar naar een verpleeghuis te gaan. Wat ze daar gedaan hebben is eigenlijk ook hier zelfs voor die intensieve verpleeghuisplekken mensen gewoon zelf in 15 geclusterde woningen betalen mensen zelf de huur voor hun woningje, zeg maar, elkaar geclusterd. Kregen van deze organisatie zeer intensieve verpleeghuiszorg, waardoor er ineens 15 verpleeghuisplekken beschikbaar kwamen in een dorp dat tot dan toe eigenlijk alle ouderen naar de grotere complexen in de omliggende grotere dorpen moesten.
Dus het vergt heel erg, weet je, voor elke realiteit is een andere realiteit weer tegenover te stellen. En wat ik als parlementariër nou zo lastig vind, om gelijk maar met u een stukje grip te delen of grip op willen hebben. Waarom gebeurt dat dan in Opella wel goed? En waarom gebeurt het dan in Den Haag, bedoel ik niet de Tweede Kamer, maar Den Haag stad, op een aantal punten niet goed? En dat vraagt volgens mij toch om, ik zou zeggen, assertieve bestuurders van een zorgorganisatie. Het vraagt om bewoners en om cliënten en familie die zeggen, maar als het daar in Voorst of in Ederveen wel kunnen, je fixt het maar in deze wijk en wij willen wel meedenken. Maar dus wat ik lastig vind is, het biedt veel ruimte voor kleinschaligheid en nieuwe initiatieven, maar het moet wel gebeuren. En wat is de rol van een gemeenteraadslid en een wethouder in deze? Dat is net als die zorgbestuurder, hangt het dus ook erg af van een gemeenteraadslid of van een wethouder af. Ik vertelde net in Voorst, was ik een half jaar geleden, die kreeg ook te maken, wat verouderd verzorgingshuis was dat, die kreeg ook te maken met leegstand. En dan ga je eigenlijk, als je als een soort boekhouder je zorgorganisatie bestuurt, dan ga je denken, zoveel plekken vallen open, zoveel, ik ga kijken naar vastgoed, afschrijvingswaarde, mensen moeten eruit, ze gaan 3 dorpen verder. Maar de burgemeester van deze gemeente, die zei, nee, dat gaan we niet doen. Want ik heb ook nog een aantal andere maatschappelijke opgaven hier in dit dorp. Namelijk dat mensen die, en bedoel ik geen studenten, maar starters op de woningmarkt, jonge stelletjes, die hadden ook moeite zeg maar om een woning te krijgen. En ze hadden daar een vleugel van de klassieke oude aanleunwoningen. Die had hij gerenoveerd en geschikt gemaakt voor die jonge stelletjes. En die kregen een reductie van, het was wel een beetje los van het gebouw, dus je had geen overlast zal ik maar zeggen als ouderen. Maar je kreeg een reductie van de huur als jongere, als je zorgde voor wat reuring in positieve zin in het huis. Dus meehelpen met de spelletjes, met koken, met de bardiensten enzovoort. Tegelijkertijd zei de gemeente, we hebben ook een verouderd, volgens mij was het muziekcentrum, dat doen we eruit als wij van jou dan weer een grote recreatiezaal mogen gebruiken om de fanfare en de harmonie te laten repeteren. En eigenlijk is het dus begonnen bij een burgemeester die zei, dat gaan we niet doen. En een zorgbestuurder die ook zei, kom jij maar eens even hier. Dus ik zou echt ook de raadsleden en de wethouders die hier zitten ook echt willen opporren, ook al ga je er officieel niet over. Je gaat straks niet over de wet langdurige zorg, over de zorg. Je vindt er wel van. En je kunt er wat van vinden. En je kunt er een zeer sterke, bemiddelende rol of sturende rol ook in spelen. Oké, misschien wel een mooie vraag om even aan de aanwezige wethouders te stellen. Hoe lukt dat hier? Want je gaat er niet meer over. Wie zijn wethouders eigenlijk? CDA en VVD. Ik heb heel veel inspirerende dingen gehoord vandaag. Ik denk dat je gelijk hebt. En dat heel veel dingen ook bij ons anders kunnen. Ik heb het gehoord bijvoorbeeld over bedragen waar wij moeten bezuinigen. Daar zijn we van hulp in de huishouding, wat je aangaf. En hadden wij dan zo efficiënt geregeld dat wij 600.000 euro volgens mij per jaar, 400.000 euro per jaar, overhielden aan hulp in de huishouding. En nu gaan jullie bezuinigen, waardoor we per saldo netjes uitkomen. Dus het klinkt allemaal heel dramatisch, maar per saldo hebben dingen soms al zo goed georganiseerd dat we daar best heel goed mee wegkomen. Wat we daarnaast ook heel goed zien is dat we met maatschappelijke partners een goed initiatief hebben gedaan. Met name zorgaanbieders zitten we met druk in mij op tafel. We kennen bijvoorbeeld in Hattem het project CJG voor Kracht, voor de liefhebbers. Binnen het CJG hebben wij een kernteam samengesteld. Ik heb je net het een en ander horen zeggen over heel veel zorgaanbieders die tegelijkertijd over de vloer komen bij individuele gezinnen. Nou, we hebben hele goede ervaringen opgedaan bij de systematiek, waarbij we zeggen er gaat één zorgaanbieder specifiek aan het gezin toe. Die heeft natuurlijk niet alle kennis in pacht, dat gaat niet. Soms heb je specifieke kennis nodig. Maar die is wel binnen een zorgteam waar dan specifiek die zorgverlener toe behoort aanwezig. En die kan opschakelen als het nodig is. En wat blijkt nou? Niet alleen hebben we veel minder zorgverleners aan tafel, wat de cliënten heel prettig vinden. Ook hebben we daarmee kunnen voorkomen dat er heel snel wordt opgeschakeld naar veel duurdere zorg. Dat is een absoluut winstpunt. En daarmee zijn we ook een stuk goedkoper uit. Nou, dat project is inmiddels gestopt, maar dat gaan we verder implementeren in de werkwijze van het Centrum van Jeugd en Gezin. Dus dan zie je dus dat je inderdaad door middel van anders werken probeert om de zorg op een goede manier in te vullen. Ik heb net ook horen spreken over de dagbesteding die ook naar de gemeente komt. Nou, dat is ook een uitdaging. En wat we als gemeente vooral proberen, is dat we tegen de partijen die in Hattem zeggen, wij voeren het op dit moment uit, gezegd hebben, kom namelijk een goed construct. En ik ben erg nieuwsgierig of er gisteren uit bent gekomen, ja of nee? Maar dat heb ik nog niet gehoord.
Maar verzin nou een goed construct. Wij willen als gemeente jullie alle vrijheid geven die we kunnen geven. Hier heb je gewoon het geld. En we gaan resultaatgerichte afspraken met jullie maken. Wij maken met jullie de afspraak. We willen graag dat je die en die resultaten behaalt. Maar ik ga je echt niet meer voorschrijven hoe je dat moet doen. Natuurlijk heb ik daarnaast al aankoopsystematieken enzovoort. Wettelijke regelingen van doen. Waardoor ik niet alles kan toestaan wat ik zou willen. Dat zijn nog steeds de beperkingen die ik vanuit het Rijk opgelegd heb gekregen. Maar we geven jullie zoveel mogelijk die vrijheid. Want wij gaan niet als gemeente verzinnen. Je moet vooral als zorgverleners zelf gaan verzinnen. En ik zie daar kansen. We zijn daarbij ook afhankelijk van de zorgaanbieders die in Hattem aanwezig zijn. Maar ik zie daar een ongelooflijke goede wil. We mochten van de week als college te gast zijn bij Intrad Contour, Bloemenstein. Een van de instanties die hier mensen ondersteunen met een niet aangeboren hersenletsel. En dan zie je ook dat men daar gewoon heel wat om mee te denken. En men begrijpt ook, ja, we moeten het met minder doen. Maar wij zitten hier niet voor de winst, we zitten hier voor onze cliënten. En daarom willen we nadrukkelijk met jullie als gemeente meedenken hoe we dit concreet vorm kunnen geven. En een van de voorbeelden die ik daar hoorde, en waar ik eigenlijk best wel verbaasd over was, was dat men zei, dagbesteding bijvoorbeeld, nou, er kunnen dus best wel mensen die ouder zijn, zitten met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. En dan denk je in eerste instantie, ja, maar het zijn mensen van hele verschillende leeftijden, die zullen zich wel wat gediscrimineerd voelen, want die jongeren willen helemaal niet bij die ouderen zitten. Die krijgen het gevoel, ik word gewoon in een bejaardenhuis gedrukt. En dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Want zowel jongeren als ouderen vinden dat heel prettig. Ze noemden het voorbeeld dat de jongeren de ouderen hielp met smartphone. Ja, ja. En de ouderen gingen in de tuin werken met de jongeren, die legde dat er een geranium was. Dat zouden ze mij ook kunnen uitleggen trouwens. Ja. Maar daar zie je dus dat er wel degelijk hele goede elementen staan. Als ik nog één vraag aan jou mag stellen, dat vind ik wel heel spannend. Terecht heb je gezegd, de gemeenten hebben een flinke bezuinigingstaak en dat is terecht. We hebben als gemeente Hattem nadrukkelijk gezegd, wij moeten waarborgen dat we vanaf 1 januari in ieder geval de zorg kunnen leveren. Dus we vinden het contracteren van cruciaal belang. En ik ben blij dat we in Hattem het merendeel van de contacten allemaal rond hebben. Nou hebben we helaas wel gezien dat half oktober een flinke groep van de mensen waar wij wel zorg voor hebben ingekocht en contracteur onszelf hebben vastgelegd, uit de oorspronkelijke doelstelling is genomen. Het gaat om 14.000 mensen. Die zou meteen toch aanspraak kunnen maken over de wet langdurige zorg. Als gemeente heb ik daar heel veel last van. Want ik heb me namelijk daarop ingeschreven. Mijn budgetten die ik kreeg zijn daarop gebaseerd. En ik weet dat ik in 2015 minder ga krijgen, maar niet hoeveel minder. Ik weet ook dat ik contract heb gesloten met mijn zorgaanbieders. Die vinden dat natuurlijk niet prettig. En die zeggen, ja, maar ik heb een contract met jou. En ik ben eigenlijk nieuwsgierig hoe wij er nou voor zorgen dat wij als gemeente niet gestraft worden voor het feit dat je landelijk hebt besloten om deze groep hier uit te halen. Want ik zou het heel onprettig vinden als ik als gemeente hier ook nog eens extra kosten aan moet gaan maken. We denken graag met het Rijk mee. We denken dat we die taak aan kunnen. Hoe ga je dit voor ons oplossen? Ja. Ik denk dat het een terechte vraag is. Het gaat in dit geval om een groep van 14.000 vaak meervoudig gehandicapte kinderen die nog thuis wonen. We noemden dat in beleidstaal de vergeten groep. Eigenlijk zijn ze niet vergeten, maar zo voelde de ouders dat. Ouders die heel erg graag wilden dat deze kinderen zeg maar ook onder de wet langdurige zorg gingen vallen. Waarin, als je kijkt naar de zorgzwaarte van deze kinderen, vaak meervoudig gehandicapt, echt wel wat voor te zeggen is. Het voldoet echt aan die kinderen, die hebben al 24 uur enzovoort enzovoort enzovoort. En die zijn op het laatste moment, halverwege oktober zei zoiets, zijn die niet overgeheveld naar de gemeente, dus dat is een mooie heet, maar toch naar de wet langdurige zorg. Overigens moeten mensen nog kiezen, ze kunnen of kiezen voor de gemeente of kiezen voor de wet langdurige zorg. En ik snap als oud-wethouder donders goed dat het bijna eigenlijk, not on is. Om zo gedurende een inkoopproces eigenlijk toch weer een vrij grote groep met een intensieve zorgvraag, dus waar ook een flink prijskaartje aan houdt, op zo'n laat moment zeg maar toch weer van stelsel en wet te gaan veranderen. Dus ik snap dat. Ik heb het ook tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer ook gezegd dat ik het verstandig vind om die kinderen onder de wet langdurige zorg te brengen. Maar dat het wel netjes moet worden afgehecht, zoals dat dan zo mooi heet, met gemeenten. En ik denk, dat heeft de staatssecretaris ook zo toegezegd, ik denk overigens dat we misschien volgend jaar nog wel meer vergeten groepjes of zoiets dergelijks tegenkomen. Waarbij we zien van, ja, weet je, er gaat wat veranderen aan het stelsel. En voor 99% van de mensen is wel helder waar ze onder valt. Maar er zullen altijd van die grensgevallen zijn, zeg maar, waarbij het toch niet helemaal helder is. Waarbij het misschien toch verstandiger is om mensen door gemeenten te laten helpen. Of in sommige gevallen groepen toch door het Rijk. En ik vind het dan ook verstandig dat de staatssecretaris en de VNG is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
hebben aangegeven, weet je, we gaan nu niet zeg maar lopen, jij bakken die wat en op wat moet doen, maar laten we nou dat eerste jaar zeker, en niet daarna verder ook, een heel goed de vinger aan de pols houden. Dat zou dus ook kunnen betekenen dat het budget, dat nou ja, wel door de gemeente is uitgegeven, maar toch ten laste van het Rijk zou moeten komen, dat je daartussen zou moeten schuiven. Dus ja, daar is alle, wat zal ik zeggen, bereidheid voor, ook van het Rijk om mee te denken en niet te zeggen, zo, hier heb je de taak. Oh, we halen er wel af. Oh, je had toch wel ingekocht. Jammer dan, dat is jouw probleem. Dus dat moeten we ook samen gewoon oplossen. Alleen dan kun je dat bestuurlijk partnerschap, wat we graag willen, ook gewoon echt goed vormgeven. Ja. Dankjewel. Dit was echt begonnen in de Tweede Kamer, met een heel debat, ja. Waarbij iedereen heel gelukkig was dat dit uiteindelijk in de langdurige zorg bleef. Ja. Maar wel met deze last minute consequenties. Ja, dank. Wat ik wel leuk vind van de wethouder, is ook zijn manier van inkopen. Mag ik dat dan toch maar complimenten voor geven? Want een van de dingen waardoor de zorg af en toe ook ingewikkeld en duur is geworden, is dat wij dat uurtje-factuurtje-model hadden geïntroduceerd. Hè? Dus je rekende af, maal uren, maal prijs, maal enzovoort. Productdenken. Maar dat heeft de zorg uiteindelijk helemaal uiteengerafeld in productboeken vol. Met, nou, in de AVBZ alleen al de functie begeleiding van mensen. Had 100 verschillende producttitels en bekostigingstitels. En dat is door de VNG, in overleg met aanbieders, al teruggebracht tot 10. En dat betekent dus dat je veel minder hoeft te registreren of allerlei variaties hoeft te hebben. En als je dat ook nog eens meer inkoopt, zoals de gemeente doet, op basis van meer resultaat. En niet alleen qua omzet, maar ook qua resultaat. Wat willen we nou eigenlijk dat er gewoon gebeurt voor goede zorg voor mensen? Dan zijn dat volgens mij hele belangrijke stappen, waardoor die vakman in de zorg, zeg maar, ook niet alleen maar lijstjes aan het invullen is met hoeveel uurtjes dat je nog ergens geweest bent, maar ook veel meer met die cliënt gewoon resultaten kan boeken. Dus dat vind ik een goede stap. Mag ik een vraag voor stellen? Ja. Want je hebt nu over geld. Maar ik volg Paul en Witteman en ik weet natuurlijk niet of die cijfers kloppen. Dus als ik dan hoor over dat verzorgers te huis waren, onze meneer Van Rijn bij betrokken is, zeg maar zijn vader, dat die dan 2,5 miljoen euro winst maken. Ja. Een eigen vermogen hebben van 30,5 miljoen euro, ja. Dan denk ik van, je klopt de wethouder op zijn schouders, maar aan de andere kant worden er potjes gemaakt. Ja. Nee, dat is ik bedoel. Hoe staan we daarin? Nou, heel helder. Ik had die ochtend toen ik het AD opensloeg, en waarin dat grote artikel stond met die foto, met als onderschrift, soms loopt de urine langs haar enkels. En ik ben niet eens iemand die elke dag maar kamervragen stelt. Ik ben daar zeer spaarzaam mee. Maar ik vond dit zo schokkend dat ik gelijk ook gebeld heb, hoe zit dit? En las dat er, wat was het, 2,5 miljoen winst, 30 miljoen vermogen. De IGZ, dus de inspectie, was er hier al een keertje langs geweest. Dus ik heb daar gelijk kamervragen over gesteld. Toen kwam ik er een half dag later dus achter dat het dus ging over de moeder van Martin van Rijn, onze staatssecretaris. Maar ik zei ook tegen datzelfde Algemeen Dagblad, die mijn kamervraag had gelezen, joh, was het de moeder van de koning? Eigenlijk maakt het me ook geen reet uit om wie het gaat, maar dit kan dus eigenlijk gewoon niet. En ik vind dus dat een zorgorganisatie is er niet om geld op te potten. Een zorgorganisatie is niet om winst te maken. Een zorgorganisatie is er om goede zorg te leveren. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen 2 jaar best veel van mijn voorstellen die ik in de Kamer heb gedaan aangenomen gekregen. Maar eentje is er helaas niet aangenomen. En dat was een maximum overheadnorm voor de zorg. Ik heb dat samen met de SP gedaan. En je ziet dat namelijk sommige zorgorganisaties hebben 4, 5, 6, 7% overhead. Nou, dat is helemaal niet gek. Want je hebt altijd een personeelsadministratie nodig, altijd een baas, al dat soort dingen. Dus een beetje overhead is altijd wel nodig. Maar je hebt ook zorgorganisaties die tikken de 30, 40, 50% overhead tikken ze aan. Dus allemaal geld wat niet naar zorg gaat. En dat vind ik misschien nog niet eens, dat vind ik ook erg. Maar die zorgorganisatie met die grote overhead, dat zijn ook die zorgorganisaties die de medewerkers met die urenregistraties en dat papierwerk allemaal laten invullen. Dus dat vinden mensen die erin werken ook heel erg leuk. Dus ik had samen met Renske Leijten een voorstel gedaan om een maximum percentage wat besteed mag worden aan managers, formulieren, papierwerk, overhead, leerlingbron enzovoort. We hadden nog niet eens gezegd hoe hoog dat het was, want dat vonden we dat het, zo mild waren we dan nog wel, dat de sector zelf
kon opstellen. En dan kan ik misschien nog voorstellen dat het voor de oudere zorg nog weer anders is dan voor de gehandicaptenzorg. En als je een gebouw hebt, weer anders is dan enzovoort. Dus wel allerlei ruimte geboden. Maar uiteindelijk is met 2 stemmen verschil dit voorstel door de Tweede Kamer verworpen. En dat vind ik nog steeds heel jammer. Omdat je daarmee, zeg maar, dat ja, zelfreinigend vermogen klinkt zo zwaar. Maar daarmee, zeg maar, echt ook wat aan die overhead kosten in de zorg zou kunnen doen. Jongens, geld is het probleem niet in Nederland in de zorg. Maar wel op de manier waarop we soms af en toe, nou ja, zou zeggen, die protocollen en die bureaucratie de boel hebben laten infecteren. Ook omdat het een spiegel is naar ons als inkopers. Want deze gemeente koopt dus nou ja, vrij lean and mean, vrij goed en simpel in. Maar ik zie ook wel eens gemeenten die doen echt boeken vol met rapportages, vragen ze. Ja, dan zou zo'n zorgaanbieder ook kunnen zeggen, ja dat is leuk, ik mag maar een maximum overhead percentage hebben. Maar als jij het mij zo moeilijk maakt, met al die gekke rapportages, dan kan ik daar niet aan voldoen. Dus het is ook goed voor het gesprek, zeg maar. Ik vind het jammer dat het niet gelukt is. Maar Renske en ik zeiden, ach, we strijden door. Het duurde ook lang voordat we die topinkomens in de publieke sector aan banden leggen. Weet je nog wel? Ja. Toen dat een jaar of 10 geleden voor het eerst werd geadresseerd, duurde het ook nog jaren voordat er een wet een normering topinkomens in de publieke sector kwam. Dus we zeiden ook van, nou, de topinkomens hebben er 10 jaar over gedaan. Als wij hier nou eens 2 jaar over doen, 3 jaar, dan zijn we toch wel. En het is sowieso goed om te horen dat in dit kabinet met de VVD, met de SP optrekt om goede dingen te krijgen. Soms meer dan je denkt. Te krijgen. Ja, dat heb je ook tegenargumenten waren dan. Ja, dat is een goede vraag. Schijnbaar is er een meerderheid geweest. Je doet van ja, dit is toch wel ideaal. Nee, ja, maar dit is een vrij fundamentele, bijna politieke vraag. Want het is, hoe kijk je aan tegen de zorg? Want als je, misschien dat jij bij het CDA een goed wiltje wil doen bij het CDA, want als die nou voor had gestemd, dan waren we er geweest. Ja. Maar goed, het is, kijk een beetje aan hoe je aankijkt tegen de zorg. Als je de zorg toch een, nou ja, meer zo hard, een markt vindt, ja, dan ga je een beetje een koekjesfabriek. Gaan wij ook niet in een wet vastleggen hoe hoog de overheadpercentage van een koekjesfabriek is? Ik moet ook erbij zeggen, als morgen je op een markt zit en morgen de 3 concurrenten die markt kunnen betreden, dan gaat iedereen uit zekerheid enorme eigen vermogenmarges opbouwen, omdat je enorme risico's loopt. Ook dat. Dat loopt ook. Hoe meer eigen vermogen. En als je toch vindt dat zorg geldt, we kennen in Nederland geen staatszorg, hè, bedoel, we hebben nooit echt, zoals in de Scandinavische landen, hè, waar een bijverpleegkundige op de payroll van het stadhuis staat, dat kennen we in Nederland nooit, wel altijd maatschappelijke organisaties. Maar die zich wel bewust waren van het feit dat ze met publiek geld aan de slag gingen. En als het gaat om publiek geld, zorggeld, ja, dan mag je er als gemeenschap of als gemeente of als overheid ook wat van vinden. Dus dat is toch een beetje het verschil. Hoe kijk je aan tegen de zorg? Vind je het markt of vind je het ja, publiek geld? En in het laatste geval ja, stem je dan ook voor een maximum overheidspercentage. Misschien ook, ik weet niet hoe het in Hattem geregeld is, maar ik ben zelf nu met Utrechtse gemeenten dus in gesprek. En er zijn gemeenten die vragen, we leveren dan zeg maar 15 diensten in 28 gemeenten. En die vragen, een aantal vragen nu iedere maand, een opgave van de exacte aantal cliënten in hun gemeente over die 16 diensten. Nou, dat is, ja, uitgerekend, dat is al gauw 1,5 FTE-medewerker die dat moet gaan leveren. En dan moet je daar ook nog gesprekken over gaan voeren. Dan willen ze monitoren of willen ze wel aan de aantallen houden. Dus in die zin is die ook, ik ben er heel erg mee eens, maar moet de overheid ook wel dan de positie in nemen. Het is op die spiegel. Om het in staat te stellen, zeker. Om zo lean en mean te werken. Zeker. En die medewerkers te laten doen waar ze voor zijn, namelijk zorgverlening, in plaats van te tellen iedere maand wat precies de stand is. Ja, er zit één essentie onder natuurlijk. En ik heb wel eens in gemeenteraad, ik kan het ook wel eens onder, denk ik. Gemeenteraad gebruikt. Er is natuurlijk een verschil in, bij ons wordt het ook wel eens geroepen. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Ja, ja nee, noem ik dan. In dit geval moet je gewoon naar een vertrouwensvoorschot toe gaan. Want dat, schijnbaar is dat dus en goedkoper en beter. En je laat de mensen dus ook met veel meer arbeidsethos en plezier werken. Ja. En dat is iets dat we moeten gaan leren. Want we zijn natuurlijk nog niet of een samenleving. Ja, we zijn het lang kwijt, zeg ik even hoor. Want echt, er hoeft maar iets mis te gaan en de regelreflex is daar. Dan moet er even een regel komen. Ik kan ook een voorbeeld uit. Het bleek dus een keer dat als een bepaald iets 4 keer was gebeurd. Toen was er een incident en toen kregen wij vervolgens van de inspectie dat we voortaan moesten tellen, had dit als iets 4 keer gebeurd, dan moesten we daarna, en dat werd dan in een protocol vastgelegd. Dus het is echt, het zit heel diep in ons dat we ook die ruimte dan moeten geven
aan die professionals. Ja, maar het zit ook, want ik hoop dat jullie dat straks ook lokaal je wethouders, want er is er nog één achter, niet aandoen. Dat als er een keer wat is, dat je dan gelijk de wethouder, ja, natuurlijk mag je de wethouder best op het matje roepen van please explain, hè, leg eens uit wat er gebeurd is. Maar als je daar gelijk talloze maatregelen aan gaat verbinden, dan krijg je wel gekke situaties. Ik zal nooit vergeten dat een van de eerste debatten die ik in de Tweede Kamer had toen ik er 2 jaar geleden kwam, dat ging over ondervoeding bij ouderen. En het blijkt dat in zowel in de thuissituatie als in verzorging en verpleeghuizen, 1 op de, nou wat was het, geloof 4 ouderen of zoiets te maken had met ondervoedingsverschijnselen. En toen reed ik nog, toen had ik nog geen kamertje in Den Haag erbij voor door de week, dus ik reed nog elke dag op en neer tussen Doetinchem en Den Haag. En toen hoorde ik op Radio 1, hoorde ik Fleur Agema pleiten voor een protocol ondervoeding bestrijding bij ouderen. En dat was een debat met Edith Schippers. En zij zei toen op een gegeven moment ook van, ja mevrouw Agema, weet u hoeveel protocollen dat er al zijn? En er bleken er iets, nou, ik kan er misschien wat naast zitten, maar iets van 50 protocollen bleken er al te zijn. Hè? En of dan het 51ste protocol met een checklist dan ook überhaupt iets gaat oplossen. Maar dat dan vervolgens weer ja, niet voorstemmen, vraagt dan net alsof het politiek, oh, dus de Partij van de Arbeid vindt het niet belangrijk. Jawel, ik vind het wel belangrijk, maar ik geloof niet dat een 51ste protocol dat op gaat lossen. Dus we zullen naar heel andere vormen ook van publieke verantwoording af toe moeten. Waarbij je dus een incident, kan een incident zijn. Een incident kan ook structureel zijn, maar dat vraagt om andere manieren van aanpakken en een wethouder of een bestuurder van een zorgorganisatie zich te verantwoorden, dan alleen maar, ja ik weet ook niet hoe het gebeurd is, maar kijk maar naar mijn boeken. Ik heb alle kruisjes op de checklist wel goed gezet, dus mij valt niks te verwijten. Ik snap het heel goed, hè? Maar ik zit ook naar Drees te kijken daar, lijst 2, daar staat hij. En dit is toch wel een enorme omslag in denken die wij hierin zitten van een collectief recht, voor iedereen verzekerd. Ik hoor zeggen, ja, als gemeente ga je niet meer over die verpleeghuizen, maar je moet toch proberen met ze te... Maar je kan dus... Zouden wij niet moeten zeggen, nee, dat overheid trekt dat naar zich toe. Ik garandeer dat er een kleinschalig iets is. Het is mooi op maat, maar dat is dus ook onzekerheid. En dat is juist wat we verworven hebben, dat ook als je minder geld hebt, dat je dan als zekerheid hebt dat je dat krijgt. Ja, kijk, die verpleeghuizen en die kleinschalige wooninitiatieven die worden gefinancierd uit de ABBZ en straks de wet langdurige zorg, er is wel een rijksverantwoordelijkheid. Wat ik bedoel te zeggen is dat je als wethouder niet moet zeggen, oké, dat is het zorgkantoor of dat is het Rijk of het is de zorgverzekeraar, dus ik ga er niet over, dat dus wil ik er weggaan. Dat je zegt van, nou, ik ga er misschien niet over, maar het zijn wel mijn inwoners. En ik kan er wel wat van vinden en ik heb er ook een opvatting over. Dus ik vind ook als volksvertegenwoordiger in Hattem, of in Onderbroek, of als wethouder van Hattem, ik nodig dan toch die directeur van dat verzorgingshuis, of van die verpleeghuis, die nodig gewoon eens uit. En zeg gewoon van, oké, jij wordt misschien betaald door iemand anders, dus jij bent niet mijn directe verantwoordelijkheid, maar samen hebben we wel wat. We kunnen dat bedoel ik, sturen, maar anders. Ja, kijk, gemeente, gaan die nog niet, misschien dat het over een aantal jaren het geval is, maar gaan nog niet over verpleeghuizen. Maar je kunt niet alleen sturen met geld, je kunt ook sturen met gedrag. En daar geloven we heel nadrukkelijk ook, die actieve rol van volksvertegenwoordigers, dus raadsleden en wethouders, ja, die actieve rol, daar geloof ik echt heilig in. De tijd van, ik ga er niet over, of ja, dan moet het Rijk maar oplossen, of dat doet de markt wel, enzovoort. Nou ja, uiteindelijk zullen we toch samen moeten lossen. Oké, heldere taak voor de wethouders. Ik zeg het erbij, gelukkig herkennen we ook nog best veel PvdA-beleid in, in wat er hier gebeurt. Compliment. Oké. Nou, we gaan langzamerhand naar het einde toe. Het is goed om nog even naar de zaal een gewone vragen die u heeft die je kunt stellen. Ik had nog een vraag over de taak van de zorgverzekeraars. Die gaan dus over de wijkzorg, begrijp ik, in de toekomst. Ja, wijkverpleging. Ja, wijkverpleging. Maar, en de indicatieorgaan die gaat het dus uit. Ja. Dus de wijkverpleging mag weer zelf bepalen, zoals ze dat 25 jaar geleden ook deden. Exact. Maar ik vertrouw heel die zorgverzekeraars niet, want wat gaan zij voor invloed uitoefenen? Ben je dan zomaar vrij om te denken wat jij denkt dat goed is? Dat is best wel een goede vraag. Want die zorgverzekeraars, die moeten het gewoon in. Dus in basisverzekering, zij moeten zorgen dat hun verzekerden die wijkverpleging in de wijk gewoon krijgen. Ze moeten dat gewoon organiseren. Maar er zit bijna een wat fundamentelere vraag onder uw vraag. Dat is namelijk, ik vertrouw die zorgverzekeraars niet. En volgens mij is dat wel een van de grote vraagstukken waar we
met z'n allen sowieso voor staan. Kijk, laat ik gewoon heel eerlijk zeggen, het zorgverzekeringsstelsel zoals we dat nu kennen in Nederland, daar was niet de keuze van de PvdA. We hebben ook tegen dit stelsel in 2006, en we hebben niet voorgestemd, waar wij tegen. Sterker nog, als het aan ons had gelegen, dan hadden we ook een ander stelsel, waarbij zorgverzekeraars veel meer regionaal samenwerkten dan landelijk met elkaar concurreren. Maar ja, net als met die overhead, daar hebben wij nog geen kamermeerderheid voor. Dus we zullen het met het huidige stelsel moeten doen. Laat ik het dan maar zo zeggen. En weet je, daar zit bijna toch iets... Nee, laat ik hem net iets breder trekken. We hebben net een parlementaire enquêtecommissie gehad over de woningcorporaties. En ergens maak ik mij soms wel eens zorgen over de grip op de publieke sector. Want of het nou gaat om woningcorporaties, of dat het nou gaat om zorgverzekeraars. Als ik me heel dichtbij haal, misschien ook wel sociale diensten. Die organisaties die ooit opgericht waren, om mensen die met een zetje van het collectief hier verder te komen, omdat je zorg nodig hebt, of omdat je niet zelf in je eigen woonruimte kunt voorzien, of omdat je hulp nodig hebt om aan werk te komen, of anders een uitkering. Dat waren instituties die mede dankzij de sociaaldemocratie ooit zijn opgericht om mensen te helpen en vooruit te brengen. En ik maak mij wel zorgen dat we eigenlijk nu constateren dat die instituties soms zo van ons vervreemd zijn geraakt, dat we die soms ook wel eens zien als de vijand. De zorgverzekeraar is de vijand. De sociale dienst. Toen ik zelf wethouder was, waren er heel wat cliënten of klanten van de sociale dienst die sociale dienst echt niet als bondgenoot zagen, hoor. Dat was de vijand. De woningcorporatie, die is degene waar je lang op een wachtlijst staat en die alleen maar gekke boten koopt in Rotterdam, was de vijand. En voor een deel is het waar. Ik denk dat we dus de herovering, zeg maar, van die publieke instituties die te groot zijn geworden. Ik heb dat Mediavita debakel op het terrein van de zorg meegemaakt toen ik in Doetinchem wethouder was. Een thuisorganisatie die de Achterhoek, Groningen, Utrecht, Den Haag, Dordrecht, een deeltje van Brabant besloeg. Een derde van Nederland viel onder Mediavita. Met een directeur die 600.000 euro per jaar verdiende en een groot kantoorkolos in Amersfoort, net een van de weinige stukjes van Nederland waar ze geen zorg verleenden. En die kwam op een gegeven moment een keer naar de Achterhoek toen de tent failliet ging. En dacht, oh, dit viel ook nog onder mijn gebied. Die enorme schaalvergroting, die enorme vervreemding, waar de politiek bij stond, maar waar de markt bij stond, waar wij als cliënten bij stonden, zeg maar. Ja, ik ben er zelf van overtuigd dat na het oplossen van de economische crisis waar we nu in zitten, de grote opgave is hoe we publieke instituties weer publiek maken. En dat bedoel ik niet dat ze allemaal moeten worden genationaliseerd, maar dat we als burgers, of als verzekerden, of als leden, gewoon weer grip en invloed krijgen, zeg maar, op maatschappelijke organisaties. Want dat zijn het. Die werken met publiek geld, die werken met publieke opgaven. En ik vind dus dat we de invloed van het burgerschap daarop, hè, dus niet alleen maar als klant jezelf ook gedraagt, zij regelen het maar voor mij en ik kijk wel of ik het goed vind. Die betrokkenheid, die wederkerigheid, die moet terug. En dat vind ik ook voor de sociaaldemocratie. Misschien wel eens partners ook met de christendemocratie. De grote opgave hoe we dat maatschappelijk herstel van publieke instituties weer vorm gaan geven. Dit klinkt wat hoogdravend, denk ik, maar ik hoop dat u me begrijpt. Want daar komt voor een deel dat wantrouwen, dat ik zelf ook voel. Of het grip dat je kwijt bent geraakt op publieke instituties. Dat geeft ook een groot deel van de maatschappelijke onvrede ook weer. Ik ben het hard met je eens. En er zitten op allerlei fronten. Ik hoop dat je dit verhaal ook aan meneer Plaster wilt vertellen. Omdat je bij de gemeenten, gaan we er zelf van maken. De gemeenten moeten groter. Er zijn 100.000 inwoners. En wat zie je? In een kleine hap, als we kijken naar hoe wij met elkaar nu de 3D's oplossen, in grote overeenstemming vanuit alle politieke partijen. Het sociale gezicht proberen we samen goed vorm en inhoud te geven. Je hebt de voorbeelden ook genoemd. Het UWV. Ook zo'n voorbeeld. Ik werk in Flevoland. Ja. Een inwoner uit Inselen Oostpolder moet straks naar Almere voor zijn UWV gebeuren. Of hij moet het digitaal kunnen doen. Ik vind dit gewoon te gek. Ja. Dus deze economy of scale, die draagt gewoon door. Ja. Dus ik ben het helemaal ook met je betoog eens als het gaat om zeg maar, de zorg. Kleinere eenheden op lokaal niveau. En daarom ben ik erg blij met je laatste woord. Dankjewel. Oké, nog gelegenheid denk ik voor één laatste vraag. Oh, nog twee. Ja. Ik inventariseer nog één keer. Twee vragen nog. Ja. Dan
ja, ik noem dan maar even mijn naam, want ik vind het soms jammer dat dat niet gebeurt. Maar dat is wat anders. Weet je, dat laatste stuk van jouw discussie, hè? Dat zal het naam mij doen. Ja, Ben Harstad, sorry. Dat laatste stuk van jouw inbrengen, dat geeft aan dat je een generalist bent. En als je ziet hoe die instituties zeg maar, zich steeds meer zijn gaan specialiseren, en dus heel ver van de mensen afkomen te staan, en dat hebben we dus alle wel ja, bewerkstelligd. En dan kun je ook naar de sociaaldemocratie zien. We hebben, zijn heel erg goed begonnen, maar langzaam is het doorgeschoten, dit soort verhalen. En wat ik nu heel erg sterk behoefte aan heb, dat is een maatschappelijke generalist, of meer maatschappelijke generalisten. Dan wil ik toch zeg maar weer specialiseren, maar juist specialiseren in die brede scope. En ik moet eerlijk zeggen, wat mij betreft, heel veel complimenten voor wat je vandaag gedaan hebt. En je zou de eerste Nederlandse maatschappelijke generalist moeten worden, wat mij betreft. Ja. Dus van harte een compliment voor jou. Geweldig. Ja, wel hoog zit, dat is toch die eigen bijdrage in de basiszorg. Ik hoorde van een huisarts, maar ik heb dat ook op tv over huisarts horen vertellen, dat heel veel mensen niet meer komen bij de huisarts. Waarom niet? Omdat als hij doorverwijst, het maakt niet uit dat zij dat niet kunnen opbrengen. Medicijnen, met als gevolg dus dat, dat is natuurlijk met name ouderen die veel zorg nodig hebben, maar met name mensen die weinig geld hebben, bijstandtrekkers, dat die niet meer naar de dokter gaan. Ik weet dat lagere inkomens dat vergoed krijgen in de zorgpremie, maar ik denk dat het achter het bureau bedacht is dat mensen dat geld, met name in die lagere inkomens, AOW'ers, bijstandtrekkers, dat die dat geld daarvoor gaan reserveren. Het gevolg is dat zij de huisarts minder bezoeken. Ja. Ik heb dat huisartsen ook horen vertellen, maar ik heb nog nooit een antwoord erop gehoord. Ja. Nee, dit is echt ook een flink zorgpunt. En dat is namelijk het eigen risico, dat is gestegen tot volgend jaar zo'n €360. Dat is best veel. Volgend jaar 375. 375 volgend jaar, nu is het 360. 375 inderdaad volgend jaar. En dat is flink, dat is heel veel geld. Zeker als je, stel dat je met z'n tweeën bent en je moet er om te komen van een minimuminkomen, dat is twee keer dat bedraagt. Ja. Dus dat is ontzettend heftig. En u heeft ook gelijk, dat wordt gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag. En de hele eerste lijn zorg, dus huisartsen, wijkverplegingen enzovoort, is allemaal uitgezonderd van het eigen risico. Dat gaat pas tikken op het moment dat je naar een ziekenhuis gaat, dus de tweede lijn ingaat. In theorie klopt het allemaal. Ook volgend jaar stijgt de zorgtoeslag mee voor de lagere inkomens, zodat die gecompenseerd worden, zoals dat zo mooi heet, voor de stijging van de premie en de stijging van het eigen risico. Maar u snijdt ook terecht een punt aan. En dat is dat mensen aan de ene kant de uitgaven hebben van de verzekering en van het eigen risico, en de inkomsten van de zorgtoeslag, dat twee gescheiden trajecten zijn. En we hebben een huisarts in onze fractie zitten, Marit Rebel, in een achterstandswijk in Amsterdam. En die zegt, ik merk het gewoon. Eigenlijk hetzelfde verhaal wat u ook zegt. Ik merk het gewoon. Dat mensen nog wel bij mij willen komen. Maar als ze dan zegt, het zou toch verstandig zijn om eventjes een foto te laten maken in het ziekenhuis. Dat mensen zeggen, nee, doe maar niet. Dat hoeft niet. Dat ik ze zeg, ik moet ze bijna dwingen. Omdat ze sommige medicijnen gewoon laten staan bij de apotheek. Dat is natuurlijk gewoon niet goed. Dus mijn collega, ja god, ik heb er wat. Ik had al 38, nu nog 36. Ja, het is flauw. Ja, het is flauw. Agnes Hulbert, die over de huisartsenzorg officieel gaat als woordvoerder, stelt hier ook bijna maandelijks weer kamervragen over, omdat Edith Schippers zegt, onderzoeken, ja, dat is best een goede minister hoor, Edith, laat ik het dan maar zo zeggen, maar die zegt, onderzoeken laten zien dat er geen directe relatie tussen is. Terwijl die huisarts in onze praktijk zegt, ik merk het gewoon. Nou, dus er komt nu samen met de huisartsenvereniging echt een heel breed onderzoek, dus niet alleen maar een SP-onderzoek, zeg maar echt een breed onderzoek waarbij echt heel diep gedoken wordt in hoe zit dat nou precies, om ook daarin oplossingen ook aan te dragen. Dus dit wordt de komende tijd samen met de LAV, de Landelijke Huisartsenvereniging, heel goed onderzocht. Dat is echt boven water te krijgen, waar zit nou precies het probleem. Soms denken mensen namelijk ook dat ze niet naar de huisarts mogen, omdat het ook onder het eigen risico valt. Dat is niet waar. En het tweede wat er gebeurt, is dat er nu ook onderzocht wordt om te kijken of je die zorgtoeslag en die premie niet met elkaar kunt verrekenen.
Dus dan loopt die zorgtoeslag niet op de rekening van iemand met een lager inkomen. Maar dan loopt dat gewoon door minder premie, dan loopt het via de bankrekening van de zorgverzekeraar. Om het zo maar te zeggen. En de wethouders in deze gemeente die herkennen dat dat ook soms ook gebeurt met mensen die huur betalen. Waar dat soms ook loopt via de uitkering of wat dan ook. Tenminste, ik neem aan dat het had om dat ook wel doet. Dat deed ik als wethouder wel eens. Dat het gewoon, dan ging het, werd het gewoon ingehouden. En dat klinkt dan heel betuttelend, maar soms vinden mensen het ook gewoon heel fijn. Dan weten ze waar ze aan toe zijn en dan zijn uitgaven en inkomsten gewoon met elkaar verrekend. Het is nog niet zo eenvoudig. Niks is, het is natuurlijk eenvoudig. Maar daar wordt ook nu wel onderzocht of dat een oplossing kan zijn. Dus terechtpunt, en daar zijn we ook wel mee bezig. Oké, dank. Ik zal geen poging doen om het helemaal samen te vatten. Maar toch heel kort even. Ik denk dat je zeer inderdaad in staat bent om helder in de hele breedte uit te leggen welke keuzes gemaakt worden. Dan komen er een paar vragen over die zorgverzekeringswet en de wijkverpleegkundige. En dan merk je, dan zitten we ergens, ja, dan zit iets onder zorgkantoren. En zeggen, zouden wij daar nou als politieke partij helemaal die keuze maken? Dat we dan op dat soort onderdelen wel iets meer stuur en de controle zouden willen hebben. Die nu meer in de markt liggen. En dat wordt er denk ik haarfijn met de vragen die hier gesteld wordt uitgehaald. Dus we houden nog ambities over. Zeker. En dat is ook maar mooi. Ik geef het woord over aan Jan. Ja, dankjewel. We kunnen nog uren verder gaan volgens mij, want dit onderwerp blijft interessant en zal ons ook nog misschien wel de komende 2 jaar heel erg bezighouden. Otto, in het bijzonder dank voor je komst. Nou, Hattem, je hebt prima uitgelegd waar jullie in Den Haag en jij zeker in het land mee bezig bent. En nog bezig zult zijn om de 3D's tot een goede einde te brengen, hopen we met z'n allen. Met jouw inzet en passie gaat het absoluut lukken. Ik hoop dat de rest in het land er ook overneemt. Dan komt dat helemaal goed. Het heeft in ieder geval bij mij een heel goed gevoel achtergelaten en ik hoop bij heel veel in de zaal ook. Daarvoor dank. Jan Dirk, we wisten al dat jij bevlogen was. Daarom vragen we je ook altijd voor dit soort avonden. En het was ook heel mooi dat je even het half uurtje van voor de pauze, zeg maar, aan elkaar kon praten. En ook ons even een heel klein inkijkje gaf in de jeugdzorg. Waarvan ik wel eens het idee heb dat als ik dan hoor praten binnen de gemeente en in de krant, dat het nog wel eens ondersneeuwt. Dat we het heel veel hebben over ouderen, en er zijn er ook veel van. Maar die jongeren worden ook oud, dus laten we daar nou vooral ook heel veel aandacht aan besteden. Ik heb uiteraard nog een kleinigheid voor jullie, daar zal ik een afloop al even geven. Ten slotte wil ik iedereen bedanken voor de komst. Vanavond goede vragen, prima discussies. We kunnen zo nog even verder gaan in het restaurant van de Marken. De koffie werd u vanavond aangeboden, de drankjes zijn straks voor uzelf. Ik wens u al een welterusten en een goed weekend.